En krijgt daarom 2000 punten meer dan anders. En we komen terecht bij Margriet. Margriet doet even goed en dan is het programma ook heel vlug gedaan vandaag. Allee, vertel het eens. Jouw thema is, Margriet, tweeling en N mag je niet gebruiken. Ik lach omdat ik, als ik optreed, zo'n mopje vertel dat eigenlijk mijn ouders mij bedoeld hadden als tweeling, maar ze hebben mij vergeten te splitsen. Tweeling. Want ik was heel blij dat bij mij, mijn dochters, dat het geen tweeling was. Eerlijk, ik zou er niet op voorzien zijn. Ik denk dat eigenlijk dat er veel vrouwen zijn die daar misschien op het eerste moment toch niet zo gelukkig mee zijn. Want ik kan u verzekeren, een baby is een serieuze verantwoordelijkheid. Twee baby's tegelijkertijd moet een heel zware verantwoordelijkheid zijn. In Engeland was niet alleen acht. Ja, maar dat vond ik pure commercie. Trouwens, die dame heeft het duidelijk ook gedaan voor de commissie. Ik ben benieuwd hoe lang ze het gaat volhouden. Ah, het is al gedaan. Ja, het zijn er nu nog maar vijf, hè. Oh, zijn er al een paar af? Oh ja, ik hou het nu zo niet. Misschien zijn er nu al vier, hè, dat weten we niet. Ik hou het zo echt niet in doog. Twee in ieder geval, dat is toch wel iets wat van nature voorkomt. Want de laatste tijd, met die kunstmatige ei... Bevruchting. Ja, en niet alleen bevruchting, maar zo... Jacques. Opwekking van vruchtbare eitjes, noem je het? Wacht even, Jacques. Zij heeft gezegd naar wat ik afgedrukt had, maar ja. Zij heeft toch een aantal dingen gezegd die met de zaak niks meer te maken. Vind ik persoonlijk. Ja, maar ik vind dat je dan wel iets vroeger mag afdrukken, 5 seconden zegt om te zeggen, ik ga het nu afpakken op het einde. Margriet gaat verder. Met die fertilisator, vruchtbaarmaker, kan men dus meerdere En ook Margriet doet het in één keer. 2020. Dank u, Gert. Ja, het is niks. Sjaak, je keek zo boos naar mij. Zeg, zo'n oog had je. Ja, dat was met die bril. Oké, dat was goed. Koen. Nochtans dat ze heel intelligent was. Intelligente dingen. Ik heb niet zo'n nonsens gezegd. Nee. Koen, ik hoop dat jij even intelligente dingen kan vertellen over het derde thema. En dat jij het ook in één keer uitpraat. Stel je voor, zeg, dan krijg je ook 2000 punten. Selfmade man. Dat is ook en ik de tijdloop. Wel... Je moet natuurlijk, om self-made man te zijn, veel van jezelf geven en heel veel stelen met je ogen. Heb jij dat gedaan, Koen? Ja, een beetje toch, want je kan niet alles leren op school. Je moet heel veel bijvoorbeeld in theater. In theater ga je conservatorium volgen of je gaat muziekschool volgen en dan krijg je heel veel theorie, maar dan stap je in het beroep. Zelf in beroep. En dan moet je nog veel leren en veel kijken van oudere collega's om in beroep te stappen en om dingen te kunnen presteren op een scène. En dat heb jij gedaan? Wel, ja, zeker. Ja. Maar als je zelf... De meeste, ik denk... Ik... Oh! 7 eken. Ik. 5 eken. Ja. Ja, hij heeft gelijk. Als je gezond moet je doorgaan. Ja. Maar Koen... Een fantastische prestatie, 42 seconden. Jacques, je wilde iets zeggen? Hij kwam net uit de bar en dan zeg je hier op de BRT meestal ik. Ik. Emiel gaat verder. Wel, een self-made man, dat is meestal iemand die het in het zakenleven gemaakt heeft. Dat is een gevestigd iemand geworden door zijn eigen prestaties. Nu, als je gaat studeren, dan noemt men je geen self-made man, maar dan heb je het ook door je eigen prestaties gedaan. Maar die persoon gaat het studeren eigenlijk in de praktijk leren. Die gaat dus met zijn ogen alles stelen. 1000 punten voor Emiel Goelen. Niet alleen in het zakenleven, hè? Nee, het kan van alles zijn, maar... Iemand die meestal schilder is geworden en self-made man was. Jij bent ook een self-made man. Romeo en Julia. Maar mag je niet gebruiken, de tijd loopt. Romeo en Julia, dat waren twee mensen waarvoor het water te diep was. Een beetje vergelijkbaar met de kinderen waarvan het water te diep was. En dat waren twee families die niet dicht genoeg naar elkaar konden toegroeien. Nou, Emiel. Ik had nooit gedacht dat hij het ging zeggen, maar hij heeft het toch ook gezegd. Ja. Romeo en Julia is een toneelstuk. Het speelt zich af in Italië. Ik wil er nu vanaf zijn. Ja, het zal wel zijn. Shakespeare zal dat ook wel geschreven hebben. Maar er zullen er nog zijn die dat geschreven hebben. Het enige wat ik ervan weet, dat is dat het zich afspeelt in Italië. En het was een jongen en een meisje die ongeveer een jaar of 16, 17 waren. Want de meeste mensen denken altijd dat die zo in de 20 waren. Maar er is een film van gemaakt door een Italiaan. Ik denk Zeffirelli of zoiets, dat die man heette. Ik heb dat gezien. En er is daar een fameuze balkonscène in. Ja. Die Julia die staat dus boven op die balkon, uiteraard. En beneden staat die Romeo. En hij kijkt dus naar omhoog. Ja! Oh shit! Ja! Jacques! Ik dacht
dacht dat het niet meer ging gebeuren. Ik denk, godverdorie. Ja. Maar goed, Jacques, haal diep adem en spreek. Kom, jongen, en je mond zal open gaan. Ik houd het hoofd koel en ik kijk dus... En ik kijk naar het bakken. En het geweldigste was dat ik naar een scène ging kijken. Ja. En ik kijk niet naar Juliet. Koen gaat verder. Je kan natuurlijk praten over het toneelstuk Romeo en Juliet, maar je kan ook praten over de opera Romeo en Juliet. 1000 punten voor Koen Krukke. Ja, ja, en die 1000 punten waren redelijk gemakkelijk verdiend op 6 seconden. Wie zoeken wij? Een acteur aan de hand van deze thema's. Hier komen ze nog eens. Shit. Nachtraaf, Tweeling, Selfmade Man en Romeo en Julia. Schrijf maar op, 10 seconden. Ik kan op zijn naam... Een acteur, ja, beschrijf hem dan of maak er een tekeningetje van. Niet vals spelen, nee, Margriet. Nee. Je kan mij helpen, ik heb dat ook al. Maak er een tekening van. Nee. Ja, maar ik durf eigenlijk niet zo veel, want ik ben ook niet zeker. Maak er een tekening van. Nee. Foei. Laat de bordjes zien. Dat weet ik. Laat de bordjes zien. Nee. Ik moet strenger zijn. Dat weet ik, jij bent geen beter, ik weet het niet. Nee, ik kan op zijn naam niet komen. Ik kan mijn naam op. Ik weet het ook niet. Wie kan dat zijn? Schrijf iets op, Koen. Allee, laat maar zien. Jacques. Ik weet het. Ja, maar ik heb een andere naam opgeschreven. Ja, maar ik heb Walter de Donder opgeschreven. We beginnen bij Emiel Goelen. Ja, het enige, een acteur. Ik heb Manu Verrit opgeschreven. Ik had ook René kunnen schrijven. Dat zijn tweelingen. Een beetje self-made man. Heb jij René Verrit geschreven? Wel ja, de tweelingen. Eén van de twee misschien. Of geen één van de twee. Ja, ik weet het. Oké, goed. Margriet. Wel, de fameuze tweeling in Vlaanderen, die toch alle twee een beetje self-made mensen, dat moeten we toch zeggen, die trouwens meer zijn dan dat, die ook serieuze initiatieven hebben genomen in... Mechels Miniatuur. En ik weet dat René in de tijd... Ik weet dat René... René in de tijd, als hij in zijn politieke roeping zat, of misschien nog, een serieuze nachtraaf is... Maar ik weet eigenlijk niet meer of dat die Romeo en Julia gespeeld is. Goed. Jacques. Ja. We komen straks bij jou, Jacques. Koen Krukke, Walter de Donder. Eerst dacht ik dus dat mijn collega Walter de Donder was. De burgemeester van Samson. Ja. Nachtraaf, de tweelingen, is al gespeeld in Samson met zijn broer. Hij is ook een tweeling. Erik, dit is een tweeling. Selfmade Man is hij, Walter. Maar dan dacht ik ineens, Romeo en Julia, dat zal hij niet zijn. Dacht ik aan die acteur, die jonge acteur, die in Blueberry Hill gespeeld. Ja. Ik kan op zijn naam. Michael Pas. Michael Pas. Oh. Maar ik kan op zijn naam niet komen. Ja. Oké, we zullen zien. Oh, ja, dat is... En Jacques, wat is eigenlijk het probleem? Buiten dienst? Ja. Nee, ik heb een apart plaatje gevonden. Hier binnen de BRT-diensten. Dat staat hier soms wel meer. Maar ik dacht aan die nachtraaf, de tweeling, de self-made man. Ja, en ik had eigenlijk Beavis en Buttheads. Maar omdat ik er nu al zeker van ben dat die hier nu kunnen binnenkomen, want dat zijn verdorie toch wel stripfiguren. Tekenfilmfiguren. Kan zijn. Oké. Okay. Ik ben dus momenteel... Goed, oké, buitendienst. Wij vragen gewoon aan Filip. Welke acteur staat er achter de deur? Oh, Trent. Hij speelde thuis 1 keer Romeo en kreeg daarna een tweeling. Zijn naam mag je met grote krullen schrijven. Vrek Verrit, hier is Donald Madder. Oh! Ja. Die heeft een tweeling. Ja. Ja, ik heb het pas nog gelezen in een bladje. En vooral de dames hier op de tribune worden helemaal wild als Donald binnenkomt. Oh. Ja, kennen u wel. Ja. Zeg, die tweeling was natuurlijk een beetje verwarrend als je weet dat de Verrits tweelingen zijn. Dus het had inderdaad wel gekund. Jullie uitleg was trouwens heel plausibel. Maar het is Donald Madder. Waarom ben jij een nachtraaf, Donald? Waarom? Dat weet ik niet, maar ik ben het gewoon. Je bent het. En wat verstaan we er dan onder? Ik functioneer gewoon iets morgens. Dat is heel duidelijk. En wanneer kom je dan echt tot leven? Tegen de namiddag. Dus dat wil zeggen dat ik op volle toeren ben tegen de avond. En aangezien ik wil uitbollen voor ik ga slapen, is het altijd nacht. Het ligt totaal buiten mezelf.
En wat doe je dan zo om 2-3 uur 's nachts de kroeg induiken? Nee, absoluut niet. Ik werk en zo. En ik ga de kinderen terug in bed steken. En aangezien ik dus pas vader ben geworden. Ja, de vader van. En dat is dan het tweede thema. Van een tweeling, weliswaar. Ja. Een gescheiden tweeling, maar niet. Het zijn er twee. En hoe heb je dat gedaan? S'nachts vanzelf. Twee eieren. Ja, met een vrouw. Hij bedoelt dat met een vrouw. Dat is fantastisch. Ja, ja, een tweeling. En dat bedoelt die twee eitjes, hè? Het is een twee eigen tweeling. Het is een twee eigen, ja. Een jongen en een meisje. Is dat niet heel druk? S'nachts zouden we elkaar pakken en zo? Om dat te maken, dat is gewoon... Ja, dat is heel druk. Ja. Oké, ik ga gewoon naar het volgende onderwerp, want er komt toch niks serieus uit. Ben jij een self-made man? Ik verschoot zelf als ik het hoor. Dat is fantastisch. Ik ben zeer geblijd. Dank u. En ik kom niet van jullie, hè. Maar wil dat zeggen dat je geen opleiding hebt gevolgd? Nee, dat is juist, ja. Ik heb een stukje opleiding van dit gevolgd en een stukje opleiding van dat. Ja. En voor de rest heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk... te pikken en te stelen en... Maar dat komt bij jullie thuis, want je vader is acteur. Juist, ja. Dat is mijn grote mentor en leermeester. Is het waar? Absoluut. Dat hoor je niet vaak, hè. Meestal vergrijzen jonge mensen hun vader. Vooral als het wat vader zegt, is toch nooit juist, meestal. Tot op een bepaalde leeftijd. Voilà, dus daar ben ik dan waarschijnlijk over. Ah, fantastisch. Goed. Romeo en Julia, daar heb je in meegespeeld. Ja. Jij was... Romeo, ja. Oh. Ja, dat durft het draaien. Het is een pak van vanavond. Ja, maar het was ook een moderne versie. Ja, dat is waar. Ja, dat weet je dan nooit. Mensen moeten breed denken, zijn tegenwoordig, met breedbeeld TV. Ja. En stond jij dan onderaan het balkon? Nee, ik hing mee. Het balkon was daar een gigantische houten opgespannen lat. Oei. En daar hingen we met twee aan te zwiebelen. Julia zat op de lat. Ja, Antuts was Julia. Antuts? Ja, die kennen we als Doortje in de kampioen. Ja, Anneke Tuts. En dat is al gaan. Aan een lat? Was dat een lat? Ik zie van Dirk Tangen of zo. Ja. Dat was een moderne uitvoering. Nee, een ouderwetse. Ah, het is een meter. Normaal klopt Julio toch dan... Nee, Romeo. Romeo ging toch het balkonnetje in en ze doken toch met twee. Ja, maar wij knopen van de twee zijden van de scène knopen naar elkaar. Oké, ja. We hebben de vier thema's verklaard. Wij zijn blij. Jullie niet, want het levert geen punten op. Ja, voor de verrets krijgen jullie geen punten, jammer genoeg. Dus het blijft heel eenvoudig. Emiel blijft aan de leiding met 3000 punten. Oh, ze zijn toch aan de leiding. Ja, laat ons deze ronde dan maar vlug vergeten. En meteen beginnen aan de tweede ronde. Zeker. En we blijven in dezelfde sfeer, want wij zoeken nog één acteur. Ja, en ik hoop dat jullie het een beetje makkelijker hebben. Het eerste thema is paleis. En in mag je niet gebruiken. Woon jij in een paleis, Emiel? Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Er zijn trouwens niet veel mensen die op een paleis wonen. De koning woont op een paleis. Je kan ook op een paleis wonen. Ja, dat kan wel, Geert, maar de gewone mensen wonen op een paleis. Enfin, gewone mensen. De koning woont op een paleis. Die woont er wel in. Maar er zijn verschillende paleizen hier in de buurt van Brussel. Er is het officiële paleis. Oh, in de buurt van Brussel. Ja. Maar dan ging het over dat paleis. Ja, Margriet, ben jij ooit al eens bij de koning op bezoek geweest in zijn paleis? Nog nooit. Ik vraag me af of de koning mij wel kent. Misschien. Denk het wel. Ja, nu lig ik daar niet echt van wakker of die brave man mee kent. Ik keek wel in snel. In ieder geval, het is zo, er staat ook, ja. Jacques, laat mij nog eens beginnen. Wat is er? Volgens mij heeft zij gezegd, in ieder geval. En zelfs volgens de nieuwe spelling is dat niet... Oh, heb ik gedacht. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik weet zeg, Jacques. Ik denk het wel. Dus je hebt het voordeel van de twijfel. In die Jacques zin dat. Ja. Doe maar, jongen. Kom aan, Jacques, vooruit. Allee, hij heeft lang gewacht om te praten. En met mij ook al gedaan, hè. Eigenlijk heb je gelijk. Waar. Kom, Koen. Allee, het is goed. Koen gaat laat jouw paleis maar zien. Dan Toriador. Nee. Ik moet altijd bekennen, ik ga graag... Dus als ik naar het buitenland ga, bijvoorbeeld Frankrijk... Oostenrijk, eens kijken in die grote... In die. Ja. Oh. Ja, Emiel. Dat is een paleis. Veel mensen zeggen, mijn huis is mijn paleis. Oh, ja. En ieder huis kan in principe een... In principe. Oh, ja. Een kruis hebben we al gezegd. Ja, voilà. Dat is het. Allee, Koentje, kom. De tijd loopt. Is dat mij, hè? Ja. Dus ik ga graag eens neuzen zo naar de paleizen van Frankrijk. Bijvoorbeeld Parijs, Versailles... Dat is toch wel een groot paleis. Ja, al een paar keren. En ik moet eerlijk bekennen, het is... 1000 punten voor Google. Jacques, jij lijkt mij een man die al vaak door de koning is ontvangen op het paleis. Vrij regelmatig, ja. En? Maar ik
kan daar dan wel inkomen in die paleizen? Want zij blijven er allemaal bovenop zitten. Ja. Ik doe niet meer mee. En is het daar een beetje gezellig? Hoe ziet het daaruit? Binnen, nou, dat is zoiets wat toch de mensen een beetje aantrekt. Bij, ja, 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 zelfs bij. Kijkt hij ook naar zeggen ze? Paleis verscholen. Ja, naar zeggen ze. Oei, kijkt hij ook. En hij vindt het bijzonder grappig ook. Hij vindt het een heel goed programma en hij denkt dat onze kijkcijfers gaan stijgen. Ah, dank u wel, koning. Als u zit te kijken en vooral uw vrouw, daar. Blijft u kijken, Paola. Ik heb een bootje voor onze koningin. Ik kan er ook niks aan doen. Maar goed, we gaan naar het tweede thema. Ook. Ja, Margriet ook. Kijk, ja. Jij voor de koning. Voor de koning, ja, ik vind het toffe jongen. Ja. Maar waarom nu? Hij rijdt ook met een motor. Hè. Ja, voilà. Veearts en bij mag je niet gebruiken. De tijd loopt, Margriet. Veearts bij? Ja, het is de droom van elk kind om veearts te worden. Als men mij vroeg toen een kind was van Margriet, wat ga jij worden? Dan zei ik veearts. En nu hoor ik alle andere kinderen, als je aan hen vraagt wat willen zij worden, ook veearts. Velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren. Het moet wel een heel boeiend beroep zijn, denk ik, veearts zijn. Ja, je komt niet alleen in contact met allerlei soorten dieren, maar je komt vooral in contact met allerlei soorten mensen. Die dan soms helemaal in paniek zijn, want Fifieke is zijn tanden kwijt. Of Charletje heeft een maagkering. Pas op, dat kan bijzonder pijnlijk zijn en heel vaak voorkomend bij grote rassen. Zit het uitgezet? Ja, een heel klein uitje. Oh ja, daar kon ik bij zeggen. Heel kleintje. Veearts Emiel mag verder spreken. Wel, er zijn veeartsen voor allerlei soorten dieren. Je hebt er ook voor bijen, bijvoorbeeld. Was met hoe staat zo scherp stond. De veearts voorbij. Ja, dat bestaat. Maar de tijd loopt, Emiel, doe maar. Maar zo'n veearts voorbij, die noemt men meestal een imker. Ach. Nu, een veearts, die vind je meestal op het platteland. Er zijn ook een aantal tv-series gemaakt. Er is een heel bekende, een hele mooie Engelse tv-serie gemaakt over een veearts. All Creatures Great and Small heet die. Oh ja, de BRT heeft die serie ook uitgezonden. Ze loopt soms nog op Nederland. Het is een heel toffe. Oh. Maar... Ja, op was er juist, is dat? Nee, het is niet gelukt. Nee. Maar ik dacht dat je zeker Monique van de Ven ging zeggen. Het is niks. Emiel, maak het even af, alsjeblieft. Wel, ik heb die serie al een paar keer gezien. Niet meer, de minuut is voorbij. En nogthans, Jacques Pijpen, ik denk dat jij heel veel kon vertellen over veeartsen, want paarden krijgen geregeld bezoek van de veearts, denk ik. Jawel, en het zijn ook meestal de dierenartsen die bij paarden terechtkomen, die ook met de bijen te maken hebben, omdat paarden nogal wel eens last hebben van bijen. Maar, zo zie je. Bijen of van die kleine spullen die vliegen. Dazen heet dat dan. En samen met Margriet zijn we eens gaan wandelen. De dazen prikten in ons billen. Mocht dus toch niet waar. Vind dat toch wel? Nu, sindsdien heb ik zo'n billen. Zeg maar... Dat zijn allemaal dazen. Goed. Zeg Jacques, maar het is een dierenarts, zeg je, maar een veearts of een dierenarts, is dat niet hetzelfde? Dat is een grote verantwoordelijkheid, ja, hè? Je hebt alleen veeartsen, denk ik, voor kleinere dieren en je hebt dan veeartsen voor dieren die men op de boerderij heeft. Dus huisdieren of dieren voor de boerderij, dat is een beetje het verschil. En de laatste tijd hebben we er veel bij geweest. Kleine huisdieren en grote huisdieren. Okay. En de veeartsen, onze Vlaamse veeartsen, Belgische veeartsen, hebben een bijzonder goede reputatie. Oké, wij gaan naar het derde thema, dat is voor Koen. Ik weet niet of je er veel over kunt vertellen. Opereren en aanmaken. Ja, kijk, voilà. Ik heb het erover opereren. Ben je al vaak geopereerd? Ik ben al 2 keer geopereerd. Ah ja, waaraan? Appendicitis. Navelbreuk. Oh. Ja, maar ik doe dat niet zo graag in het hospitaal liggen. Ik hoop dat dat niet zoveel meer gaat voorvallen. Maar ik heb er al veel mee geconfronteerd geweest. Mijn moeder bijvoorbeeld, die is nogal een paar keren geopereerd geweest. En om dan daarna natuurlijk... En een klein uitje. Margriet, hebben ze in jou al eens het mes gezet? Ja, en nooit meer teruggevonden. Nee, maar ooit was ik eens bijzonder gehandicapt, jongens. Ik had het in mijn rug, dat kun je niet geloven. De dokters hadden mij al van alles ingespoten, verdovende middelen gegeven. Ik lag daar als een half suf varkentje, pardon. Varken. In een bed. Al 14 dagen, ik kon daar niet meer uit. Echt verschrikkelijk, ik voelde mij zo ongelukkig. Ik was totaal depri. Uiteindelijk kwam dan een ambulance, die ging mij dan naar het ziekenhuis vervoeren, maar die kregen mij niet uit huis. Het was een hele operatie, dat wilde ik dus maar zeggen. Hebben ze de brandweer moeten daarbij halen, met een hele kraan uit mijn nest halen. Ja, ja, in Turnhout. Ja, maar de rug is dus wel... Nu woont Margriet weliswaar in Turnhout, maar wat heeft een operatie met de brandweer? Dat is een brandweeroperatie. Ja, ik vind het zeer. Ja. Nee, ik vind het juist wat het is zwaar gebeurd, ja. En wat hebben ze toen gedaan? En met een speciale kraan hebben ze mij dan zo met een opgeblazen matrasje hard uit het raam. Ja, wat?
1000 punten voor Margriet. Dat moet toch niet prettig geweest zijn als dat je daar zo... Dat was helemaal niet prettig, want je bent... Allee, dat was een heel speciaal systeem. Dat was een matrasje als ik daarop lag, maar dat zogen ze vacuüm. Ze zogen dat vacuüm en dan werd dat helemaal hard en ze hadden allemaal bolletjes in. Meneer Jacques, die kijkt al angstig, ze zogen en... Margriet niet vacuüm. Nee. En dat matrasje, was zo helemaal in een harnas zo. Ja. En dan was dat op een kraanhoogte. Oh, mensen van de mens maakt toch wat mee in zijn leven, hè. Maar nu heb ik een voordeur gepakt. Warte, daar kan de ambulance in mijn woonkamer rijden. ik heb gezegd, ik neem geen risico. Oké, goed. Maar ik ben de brandweer er nog steeds dankbaar om. Ze hebben dat fijn gedaan. En nu heeft Margriet geen rugproblemen meer, maar het hele brandweerkorps. We gaan naar Jacques Pijpen voor het laatste onderwerp, het laatste thema. Slechterik. En die mag je niet gebruiken, de tijd loopt. In mijn dagelijks leven kom ik regelmatig in contact met slechteriken. Dat zijn mensen waarvan men onmiddellijk denkt, dit is er ook echt... Nee, dat stuit gewoon over mij. Even testen of het nog werkt. Of dat werkte, ja. Het ja. werkt nog. Ja. Doe maar, Jacques. Ja, Jacques. Doe maar. Kom, Jacques, wat tijd loopt. Slechteriken zijn mensen waarvan men onmiddellijk denkt dat zij slechteriken zijn. Dit is dus in het meervoud en daarover bestaat niet het minste probleem. Zij lopen in grote massa's rond in ons leven. Zij kegelen ons dagelijks met verschillende problemen. In die zin dan? Zoals daar zijn diefstallen. Jawel, dat is waar. Ze komen binnen in ons huis. Zij stelen onze waardevolle dingen, zoals de beker van Zeggens Eu bijvoorbeeld. Oei, oei. En daarboven trekken zij daar niks van aan. Zij gaan daar gewoon daarom mee zijn naar huis. Trekken, nee, want er is en zij proberen om dat soort beker te verzilveren en daarna... ermee naar huis te trekken en dat te Maar ik heb er een mobiel in nodig. Maar jongen! Jacques, is dit al ooit gebeurd? Dat jij het in één keer uitpraat? Ik denk het wel, 4 jaar geleden. Ja. Is dit ooit misgebeurd? Oké, okay, dus maar het is... Je bril helpt, vond mijzelf nu op dit moment bijzonder goed. Oh ja, niemand heeft er iets van begrepen hoor, maar het was... Het was een mooi verhaal toch, hè? Schitterend. Mag ik het ook afmaken? Want slechterikken die worden dan... Nee, doe maar, ja, die worden dan... Ik vertel het jou straks hoor. Dankjewel. Slecht in bril, ben ik benieuwd. Wie zoeken wij, een acteur? Aan de hand van deze thema's, jongens en meisjes. Paleis, veearts, opereren en slechterik. Daar moeten we het mee doen, dus. Daar moeten jullie het mee doen. Ja, het is niet gemakkelijk de 10 seconden lopen. Ik heb geen idee. Het is helemaal niet gemakkelijk, maar de vrouwen zullen wel nogmaals heel tevreden zijn, weet ik. Laat maar zien voor wie jullie hebben gekozen. Dan heb ik het misschien wel juist. Laat maar eens zien, Koentje. En Jacques. En Emiel ook. Ik ben er volop aan het schrijven, maar ik ben er onmiddellijk. Oké. Nou, nee, het is fout. Het is niks. Allee. Nee, Emiel, ik denk dat het verkeerd is, maar ik heb Rick Andries geschreven, omdat hij dokter speelde in ons feuilleton thuis, waar ook Donald in bij speelt. En hij zal het wel eens zijn, maar ik vind dat een hele toffe acteur. Ik zou die wel eens graag ontmoeten. Dus, misschien het is misschien een tip als hij het niet is om hem toch eens te vragen. Voilà. Margriet Koendebouw. Wel ja, het is een schande, maar ik weet niet waar ik die veearts moet gaan zoeken. En dat opereren. En ja, dat opereren dus ook. Dus dan niet, en is slechterik. Maar het paleis, denk ik, baseer ik mij op het Swingpaleis, waar Koen de Bouw wel eens in zit. Ja. Dus het is een heel kleine, fijne... Maar ja, we gaan wel zou kijken. Kunnen, het mooi is hij ook. Als jij zegt dat hij daarbij hoort, dan... Oké, het is goed. Koen, chef de Metz. Ik weet het niet. Ook een hele goede acteur. Heeft dat allemaal gespeeld? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Hij is paleis geweest, veearts opereren. Heeft paleis gespeeld. Dus. Ja, oh ja, maar als acteur. En, Jacques heeft zeker gelijk. Jacques is ongelooflijk. Wie is dat? Dokter uit de Bergdok. Dokter. Oh ja. Nee, niet lachen. Dit heeft met Milan geopereerd. Nee. Nee, ik heb het gewoon over der Bergdoktor. Maar hoe zeg je dat? Ja. Der Bergdoktor. Dat is een programma dat op onze eigenste zender loopt. Ja, zo met zijn. En waar de mensen trouwens niet schoen, zo heel lang schoen, moeten opwachten. Die woont in een paleis, vind ik. Dat is waar. En hij lijkt een beetje een veearts wanneer hij met die dames bezig is.
opereert regelmatig. Oh. En daarboven vind ik het een echte slechte. Maar nee. Natuurlijk. Hij overwint allee, Jacques, slechte. Het is, ja. Het is een doodbrave mens. Ja. Het is een doodbrave mens. Ja. Ja. Je hebt ook nooit gekeken. Hij is al gestorven. Maar dat wist ik niet. Ik wist niet dat hij al dood was. Nee, dat wist ik niet. Hij is niet. Bon, in elk geval, ja. Als hij hier zo meteen binnenstapt, dan zal hij straks niet kunnen meespelen in de aflevering die zo meteen te zien is op TV1. Dus de kans lijkt me klein, maar je weet maar nooit. Filip, welke acteur zoeken wij? Wel, zowel in de bergen, in Wittekerke als in het Swingpaleis voelt hij zich thuis. Maar Griet, zet je schrap, want hier komt de mooiste van de slechterikken, Koen de Bouw. Wat is er, zaak? Wat? Nee, ik vind dat Koen nogal reclame maakt voor een Amerikaanse firma. Ja, dus die... denk je nog een pakje sigaretten, Koen? Ja, stop dat gewoon weg. Ja, geen probleem. Ik dacht dat je hem kledingadvies ging geven. Ik denk, nu gaan we goed, zeg. Maar, nee, ja, het is mijn merk. Ja, nu zit ik hier met een pakje. Ik zal ze even hier beneden weggooien. Je krijgt ze straks terug. Of je was toch niet van plan ons allemaal op te rusten? Oké, Paleis, Koen. Vertel eens even, jij bent een van de... Ja, eigenlijk een van de vaste paneleden van het Swingpaleis. Ja, en... Wat we ondertussen toch al een aantal afleveringen hebben kunnen bekijken. En ik denk tot groot genoegen van veel mensen, want er kijken veel mensen naar. En dat is tenslotte de bedoeling en wij amuseren ons. Veearts. Ja, veearts. Dat weet ik niet meer. Wel ja, daarvoor moet je thuis dan misschien wat recenter gevolgd hebben, vermits ik momenteel in thuis een veearts speel. Die een manege heeft en die een aantal paarden daar heeft staan en geeft rijlessen. Het is een combinatie van een aantal dingen. Hoe gaat jouw rol daar evolueren? Ga jij al die vrouwen daar versieren en zo? Of? Ik ga ze zeker niet versieren, dat is tenminste niet de bedoeling voorlopig. Ik weet zelf niet hoe het... Margriet, waarom zit je zo te lachen? Wat is er? Vertel het. Omdat er toch... toen onze eerste minister Jean-Luc met alle respect naar Amerika ging, vroeg iemand hem toch ook van... Vroeg hij ook aan iemand, do you fuck horses? En toen zei de Clinton, yes, pardon. Ik wist niet dat je Vlaams sprak, zei. Sorry. En daar dacht je nu plots aan. Ik dacht daar nu plots aan. Ik zag Jean-Luc daar op zijn stier zitten en ik denk... Ja, goed, dat opereren, ga je dat in thuis doen of slaat dat nog ergens anders op? Dat was het derde deel. Dat zit in een ver verleden. Tenminste, dat is een film die ik in Nederland heb gemaakt. Han de Wit noemt die. Je is hier nooit in de zalen geweest. Maar waar ik de hoofdrol in speelde, het gaat over een jongenske die eerst op vogels experimenteert en daarna zijn eigen vader onder het mes neemt. Het is een... En met medeweten van die vader? Of, Nee, helemaal niet. Hij verdooft die in een knakworst of in een bloedworst of zo. Spuit hij de nodige verdovingen in en neemt hij zijn vader onder handen. Allee, vreed filmpje. Kort verteld. Maar we hebben het niet kunnen zien hier bij ons. Op het filmfestival in Gent is hij geweest. Ah ja, fantastisch. Slechterik, dat was jij. Ja, inderdaad. Daar ben ik een aantal keren geweest. De mensen, ik word er nogal mee vereenzelvigd de laatste jaren. Vermits ik in Moeder Waarom Leven wij de slechterik speelde en nu ook inderdaad in Wittekerk. Is het in Vlaanderen ook zo dat, zoals je wel eens in Amerika hoort, dat de mensen op straat aan het onderscheid niet meer kunnen maken tussen Koen de Bouw en de man die je dan speelt in de serie? En dan je begint te slaan? Het gebeurt wel eens bij oudere mensen. Ik stel me dan altijd voor dat ze natuurlijk gezellig naar de televisie kijken en dat wij allemaal als acteur een beetje familie bij hen thuis zijn geworden en dat ze op de een of andere manier hier hun feuilleton niet aan stukken willen laten slaan als ze je op straat tegenkomen. Dus ze gaan in dat beeld door, ze denken in dat beeld door. Ze maken dat onderscheid soms niet. En ze hebben jou maar lastig gevallen? Helemaal, ik denk dat ze allemaal een beetje bang zijn. Op dat moment. Goed, je levert in elk geval niet zo heel veel meer dan Donald, maar alleen Margriet krijgt er 2000 punten bij en ze komt aan de leiding met 5000 punten. Oeh. Ja, en... We delen nog een heleboel punten uit in de finale, dus ik stel voor dat we daar maar meteen aan beginnen. Een finale tussen Donald Madder en Koen de Bouw. Jullie mogen voor één van deze twee heren gaan kiezen en punten inzetten. En Margriet, die kan het meeste punten inzetten, zie ik. Maar doe maar, speel maar. Margriet kiest normaal altijd voor de vrouwen, maar dat zal vanavond een probleem zijn. We hebben trouwens aan jou gedacht toen we deze twee heren uitnodigden
om ook eens twee schoonventen in het programma te hebben. Je mag gerust zijn. Want voor de rest is die maar triste gestelde Margrietje. Hij is ook naar een optreden geweest van mij. Geert, maar ik zeg het soms wel, maar Jacob, ik had nu het is waar, als ze optreedt voor zijn lied zingt, dan zegt ze, ze hebben me daartussen een hoop lelijke mannen gezet bij, zeggen ze. Ja, daar komt het op neer en daarom dachten wij, ach kom, laat ons eens ons best doen. Heerlijk, er is gekozen, dan kunnen wij hier gaan spelen. Eerst tossen we, dan weten we wie hier mag beginnen. Het ligt brand bij Koen. Koen, haal diep adem. En vertel ons iets heel interessants over het volgende thema. Air Hostess. Ja, ik weet niet of je er een kent of niet. En op mag je niet gebruiken. Nee, ik werd verliefd op een Air Hostess. Goed. Begin maar, Koen, de tijd loopt. Ik werd verliefd op. Ja. Het was vlug gedaan, 1 seconde. En Donald gaat verder. Dat was een mooie tactische zet trouwens. Air Hostessen. Ik ben veel in contact gekomen met Air Hostessen. Oh ja? Ga maar door. Aangezien ik dus veel gereisd heb en op vliegtuigen vertoefd heb. En op vliegtuigen. 47 seconden. Koen gaat verder. Inderdaad, het is ook een heel bekend lied. Ik geloof van Raymond van het Groenewoud die het gezongen heeft. Niet zeggen, Wiltura. Nee, of tenminste, Wiltura die het, Wiltura die het gemaakt heeft. Gemaakt heeft. Een uitje, inderdaad. Donald gaat verder. Bon, Air Hostessen. Ik was dus bezig over reizen. Reizen, in mijn geval, verlopen meestal met het vliegtuig. Dat vliegtuig neem ik op een vlieghaven, waarschijnlijk. Op. Ja, op een vlieghaven. En ik weet niet waarom, maar ik heb de indruk dat Emiel nogal aandachtig volgt wat Donald allemaal uitspookt. Ik weet niet, misschien heeft hij een goede reden voor. Op een vlieghaven. In elk geval, spontaan. Koen gaat verder. Inderdaad, maar ik wou het eventjes nog over het liedje hebben, wat een heel mooi liedje is. Ja, dat is Over het liedje hebben. Want er komt op in. Ja, maar je hebt gelijk, Donald gaat verder. Ja. Mag ik opnieuw beginnen? Ja. Vliegtuigen, Air Hostessen. Opnieuw? Nee. Nee, het is niet. Nee, ja. Ga maar verder, Donald. Vliegtuigen, Air Hostessen, zeer mooie Air Hostessen soms. Ook mannen soms, dat zijn dan geen Air Hostessen, maar Air Hostessen, toch. Hosten? Stewards. Oh, hosten. Stewards. Stewards. Ja. Air Stewards. Klinkt ook goed. Bon, die vliegtuigen die gaan dan naar verschillende landen. Zo ben ik onder andere in Nepal geweest. Wat een fantastische reis was. Ja. En dat is verder niet... Dat jawel, jawel, jawel. Want, laat me even uitpraten. Meneer, wacht, hou het bij tot 7. Heeft u gezegd? Ik dacht dat er een klein uitje was. Dat was een ui. Ja, we moeten niet verder praten. Koen, 5 seconden. Ja, ik ga het afmaken nog 5 seconden. Maar het is te open voor jou. Ja, ik ben niet voor niks de slechterik van... Er is een Sjaak, ik spreek bijna duizend. Koen! Donald! Ik zeg ook niet. Op 2 seconden kan het fout lopen, dus spreek maar, Donald. Die reizen waren fantastisch, omdat tot hiertoe al die airbags... Ja! Shit! En zo hadden we dan toch nog een zeer verrassend einde. Donald was aan het woord op het moment dat de minuut voorbij was. Dus als je Donald op jullie papier of op je kaart hebt staan, dan ga je punten verdienen. We beginnen bij Koen, je had 2000 punten. 2000 punten heb ik ingezet. Alles verspeeld. Alles verspeeld op Koen de Bouw. Ja, je 2000 punten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Jacques. Ik had ook 2000 punten die ik helemaal heb ingezet. Dat zie ik. Maar ik heb die wel ingezet op Donald. Dank u. 2000 punten bij. We gaan naar Emiel Goelen. Emiel, 4000 had je er, speel je ja, voor? Ja, ik heb er 4000 ingezet. Ook zie dat je er eerst 5000 had ingezet. Ja, ik weet het. Ja, ik was een beetje te optimistisch. Dat was wat te goed. Enfin, het is goed dat ik zijn vrouw goed ken, Koen. Ja. Koen de Bouw. Ja, 0 punten blijven erover. En dan wordt het nu heel spannend. Jacques, je hebt er 4000. Ja. Als Margriet fout gegokt heeft, dan ga je winnen. Ze heeft er 5000 ingezet. Spannend. Maar ja, ik moet zeggen, 2 knappe heren, maar de ene ken ik wat beter dan de andere, dan heb je altijd de neiging om voor die persoon te gaan stemmen. Ja. Koen, godverdorie. Ah. Oh, 0 punten voor Margriet. En kijk eens naar deze score. Het is jaren geleden, maar Jacques Pijpen wint deze uitzending met 4000 punten. Het mag ook wel eens een keer. Jacques, de mensen zien hem niet meer. Je houdt hem buiten beeld. Maar het is niks. Emiel, jij krijgt bloemen. Bedankt dat je erbij was. Bedankt ook Margriet Hermans. Bedankt Koen Krukke. En natuurlijk Jacques Pijper. En nog eens gefeliciteerd met de beker.
Deze bloemen zijn voor Donald Madder. Alsjeblieft, bedankt dat je erbij was. En voor Koen de Bouw, alsjeblieft, bedankt. En daarmee zit deze toch wel zeer verrassende uitzending van Zeggen Ze Er helemaal op. Ik hoop dat u volgende week weer kijkt, want dan zijn wij er weer. Tot dan, dag! Speurneus, zometeen. Beter zien is beter rijden. Husband. Marie Antoinette en Louis XIV, morgenavond om 7:55 op TV1. Zo hebben we Hyacinth nog nooit gezien. Morgen zien we wat er aan de hand is. Nu gaan we tot aan de Op de Koop toe op pad met de bergdokter. In een plaatselijke kerk zit eenzaam en alleen een Bosnische vluchtelinge. Iedereen heeft medelijden, maar wanneer er iets wordt gestolen, wijst iedereen naar de dame in kwestie.